Zo, we zijn inmiddels weer live. We zijn bij Huize Albertine. En het Koenjakate Instituut heeft een speciale gift via mevrouw Saskia uit Nederland meegenomen voor Huize Albertine. En u gaat zo meteen zien wat het is. Aanwezig zijn mevrouw Stuger, First Lady mevrouw Magnac, onze secretaris Bianca Magnac en onze moederoverste die alles heeft geregeld, mevrouw Neve Stuger. En mezelf, de PR, Nicole Hooplot. Even openen. De doos wordt nu geopend. De doos wordt nu geopend. De directeur, mevrouw. Maar dan mevrouw, wat is uw naam? Glunder. Mevrouw Glunder, de directeur van hier. En zij gaf al aan dat ze zeer dankbaar was en is dat wij aan haar hebben gedacht en dat wij begrijpen dat er noden zijn. Oh. Twee soorten luiders voor volwassenen. Dankjewel. Ja, nu mag ik bedanken op de film. Ja, ik wil het Koenjakate Instituut bedanken en mevrouw Saskia. Oké, bedankt. Dit wil ik mevrouw Saskia en de Koenjakate, zoals we het uit dat instituut bedanken dat ze echt aan Huize Albertine gedacht hebben. En ik ben zeer dankbaar. En dit gaat zeker goed gebruikt worden voor onze bewoners. Ze hebben er een heleboel. Jawel. Echt waar. Ja. En nu pampers heb je misschien. Iemand misschien 40-50 per dag nodig, als je ze goed wil verzorgen. Dus het is heel welkom. En ik begreep dat er meer noden zijn voor Huize Albertine. Er zijn nu meer mensen die kijken. Misschien kunt u die uiten. We hebben niet alleen maar incontinentiemateriaal nodig, maar we hebben ook voeding nodig. En dat is ook een van onze grootste zorg. Omdat we vanaf vandaag beginnen we zelf te koken. En als je zelf moet koken, moet je volwaardige voeding geven aan mensen. En we zijn dus op zoek naar donoren die bijvoorbeeld wekelijks iets aan voeding, groente, voeding, vlees, vis, rundvlees aan ons zouden kunnen doneren. Ja. Dus dat is het. En hoe kunnen de mensen in contact met u komen als zij zouden willen doneren? U zou ze mijn nummer kunnen geven, maar ze kunnen ook bellen naar de Huize Albertine. Heeft u uw nummer? Uit het hoofd? Nee. Ja? Kunt u het herhalen? 499203. Ja, ze mogen me wel bellen. 087-87-67. Ja, mevrouw Glunder. Ja. Oké. Dan hoop ik dat u heel erg veel, heel veel hieraan zou hebben. Jawel. U en de auto's, ja. Maar als men veel meer wil weten, kan men ook googelen. En dan ziet men ook wat de noden eigenlijk zijn. Wat er precies aan de hand is. Men kan me eigenlijk ook mailen hoor. Ja. Mijn e-mailadres is makkelijk. gwenglunder@gmail.com. gwenglunder@gmail.com. Jawel. Oké, okay. Hebben mensen genoeg informatie? We gaan het ook nog plaatsen erbij. Jawel. Ja. Ja. Mooi dat zo is gegaan. Ik ben blij dat je dat goed bent. Oké. Dan wens ik iedereen een goede dag. Dan ga ik even deel draaien.
beste kijkers, u heeft gezien, we waren live bij Huize Albertine en ook wat de reden hiervoor was. Zometeen zullen we alle contactinformatie plaatsen op onze Facebookpagina, indien u ook de behoefte heeft om iets op te sturen voor Huize Albertine. U kunt rechtstreeks contact opmaken met mevrouw Glunder dan, of u kunt ons instituut contacten als u het niet, als u niet helemaal zelf in beeld wil, zoals mevrouw Saskia dat wilde. Ja, een bescheiden vrouw, maar met een goed hart. Oké. Dankjewel voor het kijken.